Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag 10 september en het is 8 uur geweest. Ik kom uit mijn werk en ik ben naar Lidl geweest om boodschappen te halen. Meestal doe ik dus op maandag boodschappen, maar we hadden er zo van een huis dat we de eerste begin van de week, of nou ja, het is nu al vrijdag, maar dat we daarvoor niks nodig hadden. Dus voor het weekend had ik nog wel het een en ander nodig, dus ik ben naar de Lidl geweest. Ik zal thuis wel even laten zien wat ik gehaald heb. En ik kan straks mijn nieuwe bril ophalen. Ik heb 2-3 weken geleden heb ik een nieuwe bril uitgezocht. En ik heb eigenlijk 9 van de 10 keer heb ik lenzen in. Maar met mijn werk, 's nachts, vind ik het eigenlijk soms wel makkelijk om een bril op te hebben. Dus ik heb nu ook lenzen in. En, maar goed, omdat mijn huidige bril de goede sterkte niet heeft, heb ik dus de laatste tijd vooral veel lenzen in 's nachts. En dit is de bril die ik nu heb. Alleen die is en kapot en vies en... Ja, hij is gewoon echt aan het, hoe noem je dat? Oké, het pootje hangt los, dus het schots en scheef. En, ik weet niet, het is helemaal aan het roesten. Dus dit is helemaal niks meer. Dus het is tijd voor een andere bril, dus die ga ik straks ophalen. Plus, ik heb nog een to-go pakket, voucher gekocht. Van een bakker, dus die ga ik ook nog ophalen vanmorgen. En dan twijfel ik of ik dan ga slapen of dat ik wakker blijf, want ik ben eigenlijk helemaal niet zo moe. Maar dan moet ik even kijken. Ik heb als ontbijtje bij Lidl ook even wat gehaald. Ik denk, ja, ik moet toch nog even de stad in. Ik moet die bril ophalen, ik moet het pakket nog ophalen. Ik heb wat lekkers gehaald. Ja, het is niet goed, maar wel erg lekker. En een frikandelbroodje, mensen. En een, ja, wat is het? Een American cookie. Super lekker. Dus daar ga ik even van genieten. Plus een ijskoffie. Daar heb ik ook zin in. Dus dat ga ik even lekker rustig opeten. Ga ik dan mijn bril ophalen. Misschien dat ik nog even naar de medicamenten ga. En dan ga ik dan door naar de to-go pakket. Ga ik dat ophalen en dan ga ik daarna naar huis. Dus tot straks. En dan zien jullie als het goed is mijn nieuwe bril. Ik ben weer thuis en ik heb nog even mijn oude bril op. Voor de vorm nog even, want dan kun je even het verschil zien van de bril. Ik heb namelijk een heel andere montuur en een andere kleur ook. Maar ik ben er heel blij mee. Ik heb het net al even opgehaald. En nou ja, het valt super goed. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik zal hem even opzetten. Dit is hem. Ja, ik vind hem echt wel leuk. Ik kijk nog even in het dingetje bovenaan. Ja, ik vind hem echt leuk. Echt anders ook dan dat ik gewend ben of dat ik heb gehaald. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat me vooral even weten in de comments. Dat zou ik leuk vinden. Ik zal even de boodschappen van de Lidl laten zien. Ja, ik had dus eigenlijk al heel veel in huis deze week. Gisteren was ik nog wel even naar Lidl gegaan, want we gingen gisteren barbecuen. Dan moest ik nog een aantal dingetjes hebben. Dus ik heb toen wel een aantal boodschappen gedaan. En nu de rest dus voor dit weekend. Ik heb gehaald een zak bolletjes. Er zat een XXL en dan dus 12 bolletjes. En volgens mij zitten er normaal gesproken dan 10 in. Dus dan heb je 2 extra. Voor het weekend afbak croissantjes. Ik vind het wel leuk en lekker om in het weekend even wat extra's te doen. Te eten, nou ja, lekkere dingen te eten. Hou ik altijd van. Niet alleen het weekend trouwens, maar dat zou ik wel tot moeten beperken. Maar dat lukt me niet altijd. Een basis van champignonsoep. Voor een keer op een zondag. Misschien deze zondag en anders volgende week. Ik vind het gewoon handig om in huis te hebben. Dan heb ik gehaald spechtenboontjes. En dat is niet voor deze week, maar ik denk bijvoorbeeld voor maandag. Hij was kapot. Dus de cashier heeft even een betaald sticker op geplakt. Maar deze waren in de aanbieding. Ik weet niet meer voor hoeveel, maar alvast voor volgende week. Dan heb ik nog voor de champignonsoep. Dan is het wel handig dat we dit binnenkort gaan eten. Ja. Champignons gehaald dus. Kastanje champignons. Ja, dan moeten we de soep denk ik deze week maar eten. Anders staat het denk ik te lang. Eieren. Zaten er 15 in. Ja, toch? Ja, 5 staat er ook op. 15. Nou ja, dan had ik dus nog een frikandelbroodje en zo'n cookie. Maar ja, die heb ik al op. Deze heb ik ook nog niet helemaal op. Maar dit is die ijskoffie. Die vind ik heel lekker. Voor af en toe om even te drinken. Dan had ik nog een aantal van die coupons in de app. En deze was daarbij in de aanbieding. En ik hou van chocolade peanuts mix. Dus deze komen zeker op. Alles met chocola is goed. En even zien, dan heb ik nog voor morgen, voor zaterdag, heb ik nog patat.
En ik moest nog patat halen, maar toen zag ik dit in de verspilmenupak. Dit is, was 25 cent en dit kan ook in de airfryer, dus dat is ideaal. En ik had er nog een gekocht, dan kan die in de vriezer voor een andere keer. Dus ja, het kan in de, hoe heet dat nou, in de frituur, het kan in de oven, het kan in de airfryer, maar wij gebruiken vaak de airfryer. Dat was deze tas. En dan had ik nog, ook dus met een kortingscoupon, twee keer afwasmiddel. En die kostte 2 euro nu per stuk. En wat was ik kwijt bij de Lidl? 13,95 euro. Dan moest ik nog even de tijd overbruggen, zeg maar, tussen dat ik de bril ophaalde en dat ik de Too Good To Go pakket op kon halen. Dus ik heb nog even een en ander gekocht. Dus dat laat ik ook gelijk even zien. Even zien, dat zit niet in deze tas. Dat zit in deze tas. Ja, ik heb een adventskalender gekocht. Gehaald. En ik heb hier zo'n zin in om dit open te maken in de video. Dus dat ga ik dus ook doen. Dus dan hoop ik dat die binnenkort online staat. Ik heb er zoveel zin in. Ik hou echt van adventskalenders. En toen ik begon met video's maken, toen dacht ik, ik kijk er dus al letterlijk al maanden naar uit. Toen dacht ik, dan kan ik video's maken met adventskalenders. Daar heb ik echt heel veel zin in. Dus probeer niet te veel op de achterkant te kijken, want er staat alles al op. Maar I love it. Dus die zien jullie een keer voorbij komen. Dan ben ik nog naar die grenzen geweest. Ja, en ik heb me proberen in te houden. Op zich is dat best wel gelukt. Ik heb daar gekocht 2 zakjes crispy M&M's. Maar uit mijn hoofd 2 voor 1 euro. Ik vind deze ontzettend lekker. Dan had ik nog deze fles gekocht. Waterfles. Deze is, het is een herbruikbare fles. En ik vond de kleur wel leuk. Voor 1 euro. Bij die grenzen dus. En dan nog voor Johan. Ik gebruik het eigenlijk zelf niet. 3 stuks biologische halfvolle koffiemelk. 3 voor 1 euro. Dus daar weer een mooi voorraadje van. Oh ja, en dan had ik... Oh ja, oh, dat is al bijna vergeten. Hoe kan ik het vergeten? Een zo'n grote reep Tony Chocolone. Het is zeg maar een grotere verpakking dan normaal gesproken. Heerlijk. Het is weer, dat wordt weer afblijven. Tenminste, voor nu even proberen af te blijven. Maar ik vind het zo ontzettend lekker. En deze kost 1,99 euro. En dan heb je dus een grote verpakking. En dit is dus melk, chocola, hazelnoot. Ja, echt, I love it. Dus die. En dan had ik verder nog een voorraadje aan lenzenvloeistof gekocht. Dat was niet bij de grenzen, maar bij die, waar ik ook de bril heb gehaald. Dat was dat. En dan is dus nog het Too Good To Go pakket. Ik laat best wel vaak een Too Good To Go pakket zien. Ik vind het zelf heel leuk. Maar zouden jullie laten weten of jullie dat ook leuk vinden? Of jullie dat te veel vinden dat ik dat elke keer laat zien? Anders laat ik het gewoon een keer apart in de video zien. Maar ik vind het een hele goede opbrengst. Het is dus bij een bakker. En dat is dus, was in een dorp waar ik toch vlakbij was. Dus ik dacht, nou dan kan ik gelijk die Too Good To Go pakket ophalen. En ik heb hem 1 keer eerder gehaald. En toen voelde hij me super goed. En ik vind nou ook een super inhoud. Dus daar komt hij. Hij kostte geloof ik 4,99 euro. En er zaten in bolletjes. Er zitten 1, 2, 8 in. Dus dit zat erin. Dan... Even zien. Nog een keer bollen, bruine bollen. Er staat de prijs op dat normaal gesproken 1,49 kost. En er zitten dus 6 in. Nog een keer bolletjes. Ja, Jon is gek op bolletjes, dus dit komt echt wel op. Sowieso, je kunt dat natuurlijk altijd invriezen. Deze kost ook een 1,49 per stuk. Dan een heerlijk frikandelbroodje. Ja, ik had vanmorgen alleen op, dus deze ga ik nou maar nog niet opeten. Maar die zat erin. Nou, en dan nog een stuk bolletjes. Even kijken. Deze kostte normaal gesproken 1,99 euro. En hier zitten er 8 stuks in. Dan heb ik nog, zat erin 4 broden, mensen. 4 broden. Deze, dit is een volkorenbrood. Dan nog een brood en dit is een maïsbrood. Dat vind ik altijd wel erg lekker. Dan nog een brood en dat is een boerenwitbrood.
En dan heb ik nog een brood dus. En dit is een boerentarwe. Dus qua brood kunnen we weer even vooruit. En dan zijn we er nog niet. Dan hebben we nog wat losse dingetjes, geloof ik, erin. Twee dingen nog. Een los, ja, wat is het? Een los broodje. En nog een, nou, dit lijkt me vooral helemaal fantastisch. Wat is dit toch? Choco kokos macaron. En die kost normaal gesproken €2,38. Nou, dat haal je er toch dik uit, mensen. Dus ik ben zo blij met dit pakket. Dus deze probeer ik wel regelmatig op te halen als ik in de buurt ben. Dus dit is wat ik jullie wou laten zien. Ik heb toch besloten dat ik toch eventjes ga neppen. Toch even een klein dutje ga doen. Het is nu ondertussen ook 12 uur al. Dus ik ga even slapen en dan kom ik straks weer terug. Daar ben ik weer. Ik heb niet heel veel geslapen. Maar daarom hoop ik juist dat ik vannacht dan extra goed slaap. Ik heb een echte zomers chill outfitje aan. Want het is echt mooi weer. Ik heb aan dit ding van de bed. Dus komt hij weg. Ik vond die vierkante hals heel leuk. En uiteraard lila. Plus. Ik heb het broekje aan van de H&M. Die ik toen heb laten zien in de H&M Pashoekje Shoplog. Zit echt heerlijk. En ik vond de kleurencombinatie ook wel leuk zo. Zo, nou over naar heel wat anders. Ik ga mijn sieradenstash uitzoeken. Ik heb dat al een heel tijdje op de planning staan. Maar het komt er elke keer niet van. Of ik doe het gewoon elke keer niet, eigenlijk. Dus dat ga ik nu doen. En ik dacht misschien is het wat leuk om dat samen met jullie te doen. Dus ik ga even een overview geven van wat ik allemaal heb. En dan ga ik even alles stuk bij stuk langs om te kijken wat ik nog wel draag. En wat ik dan wegdoe of weggeef. Of wat gewoon niet meer mooi is en weggooi. Dus ik zal even een overview geven en dan ga ik even bij langs. Ga ik alles hier even bij langs. Nou, dit is het meeste wat ik heb. Er liggen nog een aantal losse dingen boven. Maar ik wil eigenlijk gewoon die bakjes even uitzoeken. Kijk, hier ligt de stof er al op. Dus dat betekent dat ik hier al lang niet meer heb bijgezeten. En hoeveel kan de mensen ook hebben? Ik weet ook niet eens wat er allemaal in zit, moet ik eerlijk zeggen. Dus dat gaan we gewoon even uitzoeken. Voor mij komt dit ding. Ik vind het echt een mooie sieradendoos van de Action. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, kijk toch mensen. Dat kan toch niet, jongens. Dus het is hoog tijd om het uit te gaan zoeken. Goed, voordat ik begin, nog even een vraag aan jullie. Want ik film dus best wel vaak voor deze achtergrond. En dit is best wel donker. En ik vroeg me af of jullie dat vervelend vinden. Want ik zie dus heel vaak in video's dat er heel veel lichtachtergronden zijn. Maar qua licht is deze wand zeg maar het beste. En een andere wand in de woonkamer, alleen die is ook donker. Dus ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Want anders moet ik even iets anders gaan zoeken. Waar ik ook kan filmen. Maar wat lichter dus is. Dus zou u dat willen laten weten in de reacties? Want dan kan ik daar ook even rekening mee houden. Ik begin even met de losse dingen die bovenop lagen. En dan ga ik dan even de bakken en dozen bij langs. Nou, alles wat los is, weet ik zeker dat ik dat ga bewaren. Want dit heb ik nog niet zo lang. Is vrij nieuw. Ik draag trouwens goud en zilver. Dus op dit moment draag ik dus zilver, maar soms wissel ik dat gewoon af met goud. Ja, deze vind ik dus ook heel erg leuk. Dit is van de H&M. Deze is van de Primark. Ik moet zeggen dat ik die nou iets minder leuk vind dan de rest dat ik al heb. Voor mij heb ik dit ook al wat langer. Maar goed, ik vind knopjes gewoon altijd wel heel makkelijk, dus ik ga dit wel bewaren. Nou, dit hetzelfde verhaal van de H&M. Heb ik niet zo lang. Deze van de Primark ga ik bewaren. Ja, eigenlijk alles wat hier los is, ga ik bewaren. Dan gaan we over naar dit doosje. Die heb ik zelf ooit gemaakt. Vroeger, ik weet niet hoe lang geleden, echt best wel lang geleden al. Doosje kwam volgens mij van de Action ook, stickers ook. En ik dacht, nou leuk, als sieradendoosje. Maar eigenlijk gebruik ik deze bijna nooit, want ik kijk hier gewoon nooit in. Dus ik zou ook eerlijk gezegd niet weten wat ik allemaal heb. Dus we gaan het even bij langs. Als eerste, ik zal even laten zien wat ik tegenkom. Als ik hem open doe, kom ik deze armbandjes tegen. En deze droeg ik volgens mij op de bruiloft toen ik zelf ging trouwen. Dus ik draag het eigenlijk niet. Maar door de betekenis erachter, zeg maar, vind ik het zonde om het weg te doen. Dus deze bewaar ik. Ik heb toch het gevoel dat het beeld wat donkerder is. Of valt dat mee? Daar twijfel ik nou ook een keer over. Wacht even. Ik ga toch even bij de andere muur zitten. Ik denk dat die toch misschien nu wel beter is. Sorry, ik ga even die kant op verhuizen. Nou, dit is dus de andere achtergrond die ik bedoel. Die is ook best wel donker van kleur. Maar volgens mij is het licht nu hier iets beter.
Dus ga ik hier even verder. Nou, die armbandjes hebben we gehad. Ik ga even verder met het doosje weer. Ja, dit is een losse hanger. En ik gebruik deze eigenlijk niet. Ik droeg deze toen mijn zus ging trouwen. Dat is echt al 11 jaar geleden, denk ik. Met zo'n hele lange ketting. Ja, ga ik dit dragen? Nee, ik draag dit dus niet meer. Nee, dit ga ik wegdoen. Ik weet nog niet precies wat ik ermee ga doen. Maar dit kan weg. Dan heb ik hier nog een aantal... Oeh, ik zie de schelling. Een aantal losse armbandjes. Dus helemaal niet meer dat ik deze had. Nee, dit is helemaal niet de schelling. Dit is Tenerife. Hoe kom ik nou bij de schelling? Nou, dat leek er een beetje op. Dit is een hangertje van Tenerife. De Tenerife staat er ook op met een roze armbandje. Ja, ik wist dus ook niet meer dat ik deze had. Maar Johan en ik zijn op huwelijksreis geweest naar Tenerife. Dus ja, ook deze draag ik niet meer. Maar ook dit kan ik niet wegdoen, omdat dit ja, toch een soort van betekenis heeft. Omdat wij, nou ja, omdat we daar op huwelijksreis zijn geweest. Dus deze ga ik wel bewaren. Dan heb ik nog een ring. Ja, het is een brede ring met een veer erop. Of ja, erop. Dit is gewoon een veer. Ik vraag me af of ik hem... Oh ja, pas hem nog wel. Ja. Ja, ik draag het eigenlijk niet meer. Nou, dit ga ik wegdoen. Ik moet ook wel een beetje kritisch zijn voor mezelf. Dan... Oh, dat is ook handig. Wist ik dus ook niet meer. Dat... Kijk, soms moet ik gewoon echt af en toe wat opruimen. Dit zijn van die achterkantjes. En het is ideaal om achter de hand te hebben. Dus dit ga ik bewaren. Vind ik echt ideaal. Dan hebben we nog een losse ketting. Een zilver. Ja, wat ik zeg, ik draag ook zilver. Maar ik, ja, hier doe ik gewoon echt niks mee. Want ik heb zat andere kettingen. En ik weet ook niet of deze verkleurt of niet. En ik heb ook kettingen die sowieso niet verkleuren. Dus dan doe ik deze weg. Dan heb ik nog heel veel. Nou ja, heel veel. Dan heb ik nog een aantal horloge batterijen. Ja. Altijd handig, doe ik niet weg. Dus dat blijft. Dan heb ik nog één oorsteker. Een verdwaalde. Ja, ziet er niet heel fris meer uit. Nou, het is zo klein, ik vraag me af of je het kunt zien. Die gaat weg, die gooi ik weg. Want dat is ook niet netjes meer. Dan heb ik hier nog... Ja, ik vond het helemaal geweldig, een tijd terug. Nou, wel jaren geleden terug. Dat zijn basic kettingen met van die... ja, met deze hangers. Ik op zich vind ik ze nog leuk, maar ik draag ze gewoon niet. En ik heb er dus echt meerdere van. Ja, ik draag die niet. Ik geloof dat ik het toch maar weg doe. Misschien dat iemand anders het nog leuk vindt. Kijk, hier heb ik nog een losse hanger. Ik vind het nog best wel leuk. Maar ik, ja, net wat ik zeg, ik heb gewoon andere kettingen die ik wel draag. Dus dit leg ik apart, zodat het weg kan. Deze ook. Dan heb ik hier nog een ketting, draag ik ook niet. Is volgens mij ook niet echt zilver. Er zit een katsie in de knup met een andere. Nou, die draag ik ook niet. Dus ik ga ze allebei wegdoen. Misschien dat ik ze later even uit de knup kan halen. Maar dan zitten allebei kettingen die ik niet draag. Zilver. En dan nog een ketting die ik niet draag. Of is het een armband? Oh, dit is een armband volgens mij. Met een, ja, een rond hangertje eraan. Nou, gaat ook weg. En ik heb hier nog... Oh, deze oorbellen droeg ik op de bruiloft. Nou, toen ik dus zelf trouwde. Ik heb ze nooit in. Misschien leuk om het wel een keer weer te doen. Maar, ja, deze ga ik ook houden. Toch van door de betekenis. Is de bovenkant leeg? Dan heb ik hier een, ja, een schuifje. En volgens mij... die andere twee schuifjes die erop zaten, had ik volgens mij in mijn haar toen ik ging trouwen. Deze gebruik ik niet. Dus deze gaat weg. Dan hier nog een paar knopjes van de Primark. Ja, op zich vind ik knopjes eigenlijk altijd goed. Maar deze zijn best wel dikker, zeg maar. En ik heb zat andere knopjes. Dus deze gaat ook weg. Ik moet voor mezelf even kritisch zijn. En, oh, dit is hetzelfde verhaal. Volgens mij is het precies hetzelfde. Gaat ook weg. Deze. Volgens mij hoorde die bij je set... Van die kralen armbanden. Maar dat weet ik niet zeker. Nou ja, feit blijft dat ik ze niet draag. Dus deze gaan weg. Oh, het heerlijk om het uit te zoeken, mensen. Het was ook echt tijd. Want ik wilde ze al heel lang. En ik weet dus ook echt niet meer wat ik allemaal wel en niet heb. Ja, knopjes. Nog meer oorknopjes, ja. Deze vind ik nu persoonlijk te groot. Die draag ik sowieso niet. En de rest, ja. Ik heb, wat ik zeg, ik heb zat knopjes. Deze gaan ook weg. Dit is een armbandje met een schelpje eraan.
ja, op zich leuk, maar ik draag hem niet, dus deze gaat ook weg. En deze draag ik ook niet, gaat ook weg, een armbandje. En dan heb ik allemaal losse dingetjes erin zitten. Nou, dat, dat zijn allemaal van die achterkantjes. Nou, deze zijn volgens mij allemaal gebruikt, dus deze doe ik weg. Want ik heb nog zat andere op voorraad. En dan is deze verder leeg. En ik denk dat ik deze helemaal weg ga doen. Ik heb denk ik straks wel ruimte, hopelijk, in het andere sieradendoosje. En deze, ja, dan kan die weg. Dat scheelt ook weer ruimte. Gaat weg. Nou, dat ruimt lekker op. Dan gaan we door naar deze. En hier zit maar één ketting in. Ik probeer voor mij toen de goud en zilver wat gescheiden te houden. Nou, is uiteindelijk volgens mij niet helemaal gelukt, maar goed. Ja, vind ik op zich ook nog een mooie ketting, maar ik draag het gewoon niet. Ik vind het goud met deze kleur, ja, dit is steen eraan, wel heel mooi. Ja, ik draag het gewoon niet. Dit gaat ook weg. Dit vind ik nog wel een leuk doosje. De ding zit wel katsie scheef op het bakje, maar goed. Gaat weg. Nee, gaat niet weg. Deze hou ik. Toch nog. Heb ik hier nog twee kettingen van My Jewelry. Of nee, één ketting en twee hangers. Gekocht op Vinted, dit draag ik wel. Ik vind het ideaal als het stainless steel is, dus dat het niet verkleurt. Dat je gewoon om kunt laten tijdens het douchen, dus deze hou ik. Dan gaan we hier door naar een Amelander doosje. Volgens mij heb ik die een keer gekregen van mijn schoonmoeder, maar dat weet ik niet helemaal zeker. En hier zit dus echt zilver sieraden in. Ja, dit, ik zal hem even omdoen. Dit is een ring wat ik niet draag. Dus ik weet, ja, wat ga ik hiermee doen? Dit vind ik zonde om weg te gooien. Dus dit laag ik even apart, want ik draag het zelf niet meer. Moet ik even nadenken wat ik er wel mee ga doen. Deze net zo. Past me nog wel. Kijk, ik ook al heel lang. Maar draag ik niet. Het gaat ook. Ja, weet ik nog niet wat ik ermee ga doen. Ik draag hem zelf dus in ieder geval niet. Ach, deze. Ach, ja. Nou, zelfde verhaal. Draag ik ook niet. Ga ik ook apart leggen. Nou, dit ding is helemaal misvormd, zie ik. Nou ja, kijk. Het is wel echt zilver, maar die heb ik ook wel vet lang. Leg ik ook apart. Dat is ook zo. Ik heb nog een naambandje met Johan erop. Dat wist ik ook niet meer. Nou, deze hou ik sowieso. Dit zou ik ook nog wel weer dragen. Vind ik nog wel leuk. Ja, deze hou ik. En deze ga ik denk ik straks even omdoen. Leuk dat ik het allemaal weer tegenkom zo. Dan een armbandje wat ik sowieso niet weg ga doen. Het is echt zilver en het is een bedelarmbandje. Even kijken of je goed wil zitten. Niet helemaal zie ik. Het zit een beetje in de knoop. Ga ik zo even proberen los te halen. Een bedelarmbandje met verschillende bedels. En nou, ik wil hem eigenlijk dus nog een keer naar de juwelier brengen. Want er mag van mij wel een aantal bedels af. Want het maakt veel geluid. Omdat er te veel bedels aan zitten. Dat vind ik niet zo heel fijn. Dit is een S'je, die mag er van mij af. Ja, mijn naam begint met een S, dus dat vond ik zo leuk. Maar dat vind ik nou niet, nou, hoeft dat voor mij nou niet meer. Dan hier, geloof, hoop en liefde. Nou, vond ik wel mooi. Kun je het goed zien zo? Dan nog een beeldje met een stuur. En hoe noem je dat? Een stuur, wal? Wal, stuur? Nee, hoe heet het nou? Nou ja, een stuur van een boot. Ik weet niet hoe je dat noemt. Maar ik hou van zee, ik hou van de Schelling, dus dat was het hele idee daarachter. Dan heb ik hier een cowboylaarsje. Ja, ik vond het vroeger heel leuk en nu nog steeds wel om cowboyfilms te kijken. Ik vond altijd wat hebben en dan op zo'n paard en dan stoer. Ja, dat eigenlijk. Dus die hou ik er ook nog aan, denk ik. Oh, je moet er wel even kijken welke eraf gaat dan. Dan heb ik hier, die zit even een beetje in de knoop. En dat is wel de meest betekenisvolle bedel hieraan. Dit is namelijk een kraantje. En mijn vader was dus kraanmachinist. En mijn vader is overleden. Dus dit is een soort van symbool aan mijn vader. En hij vond het zo prachtig werk om te doen. Dat ik dit wel mooi vond. Ook aan mijn armbandje. En dan heb ik nog een indiaan hangen. Een beetje hetzelfde verhaal als de cowboy. Ik vond het gewoon wat hebben altijd. Die films ook altijd. Ja, vond ik altijd wat hebben. Deze ga ik apart leggen. Deze moet naar de juwelier. En geen uitstelgedrag meer. Want dit wil ik echt al maanden doen. En nu denk ik apart leggen en heen gaan. Oh, deze video duurt nou al veel te lang eigenlijk. Heb ik nog een leuk
Tenminste, vind ik wel leuk. Een zilver armbandje. Echt zilver. Was deze niet kapot? Deze is niet kapot. Waarom ligt hij hier dan in? Die kan ik leuk doen combineren met het naam armbandje met Johan erop. Dan heb ik hier nog een armbandje. En deze is wel kapot. Dus die kan ik laten maken bij de juwelier. Ook een echt zilveren armbandje. Dat droeg ik vroeger heel vaak. Maar dat vind ik nou nog steeds wel leuk. Dus die leg ik bij de armband die naar de juwelier moet. Oh ja. Ja. Dit is een eigen vriendschapsring. Maar hier staat papa in. Met zijn overlijdensdatum. Dus deze gaat absoluut niet weg. En ik denk dat ik hem zelfs weer ga dragen. Want ik was hem eigenlijk een beetje vergeten. Heel eerlijk gezegd. Dus deze hou ik gewoon gelijk om. Ja. Dat is wel heel veel mensen. Zal ik een andere keer verder gaan? Ik denk dat ik een andere keer verder ga. Als het duurt weer heel lang, denk ik. Vind je het überhaupt leuk om te zien? Zo niet, dan hoef ik ook niet eens meer verder te gaan. Maar zal ik dat wel laten weten? Dan ga ik een andere keer gewoon verder. Ik vind het wel leuk om het zo te doen. Nou, dan is in ieder geval een deel alweer uitgezocht. En dan moet ik even kijken wat ik met alles ga doen. Wat ik niet bewaar. Als jullie tips hebben, laat het ook even weten. Dat was het voor nu. Ik stop er nu mee, want anders wordt het veel te lang, denk ik. Het is 5 uur geweest en ik ga koken. Of het is bijna 5 uur. Ik ga maken, of wat wij gaan eten, is een kip saté schnitzel. Die was 20 gratis bij de Albert Heijn laatst. Spersieboontjes van de Lidl, 25 cent. En aardappelplatjes, ook 25 cent. Dus dit is een mooie budget maaltijd. Nou, verder ga ik vanavond nog de video verwerken. En heb ik eigenlijk niks op de planning staan. Dus bij deze eindig ik ook de video. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Zou jullie dan een blauw duimpje omhoog willen doen? En dan hoop ik jullie weer te zien bij een nieuwe video. Doei doei!